Iedere katteneigenaar weet dat het niet altijd gemakkelijk is om een kat een pil te geven, en wat ik hier wil doen is u enkele tips en trucs geven om het proces voor u en uw kat iets te vergemakkelijken. Om te beginnen zoekt u een stabiel en veilig oppervlak op een geschikte hoogte om uw kat goed vast te kunnen houden bij het toedienen van de pil. U zorgt ervoor dat de pil binnen handbereik ligt wanneer u de kat naar de plek draagt. Wanneer de kat is gepositioneerd, Houd hem zachtjes in bedwang met uw handen rond zijn voorpoten en met zijn achterkant zachtjes tussen uw voorarmen naar u toegeklemd, zodat de kat niet naar achteren kan lopen. Als u met z'n tweeën bent, houdt u hem stevig vast, terwijl de tweede persoon die de pil toedient, zijn kopje vasthoudt. In de volgende video zullen we u precies laten zien hoe u de pil toedient. Als u in uw eentje de pil moet toedienen, vindt u het misschien gemakkelijker om op uw knieën op de grond te gaan zitten met de kat zachtjes tussen uw benen geklemd, zodat u hem goed in bedwang heeft en hij niet achteruit kan lopen. Op deze manier kunt u zijn voorpoten niet vasthouden, maar de kat zit toch goed vast. Hier ziet u het langzaam afgespeeld. We zullen nogmaals tonen hoe u zijn kop moet vasthouden en hoe u de pil toedient in de volgende video. Voor katten die zeer moeilijk blijven stilzitten, is het waarschijnlijk nodig om hun voorpoten vast te houden. En als u in uw eentje bent, kunt u dit doen door een zachte handdoek rond het lichaam te wikkelen, inclusief de voorpoten, en de kat tegen uw lichaam te houden. Houd de kat goed in bedwang terwijl u de pil in zijn bek schuift. Het kan echt een uitdaging zijn om een pil aan uw kat toe te dienen en daarom wil ik u enkele tips geven om het u wat gemakkelijker te maken. In onze andere video hebben we getoond hoe u het beste uw kat kan vasthouden om hem in bedwang te hebben. Nu zullen we bekijken hoe u een pil toedient. Een van de belangrijkste dingen is om de kop van de kat wat naar achteren te trekken zodat de kat naar boven kijkt en u zijn bek gemakkelijk kunt openen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de natuurlijke opening achter de grote hoektand. U zult zien dat er altijd een kleine opening zit tussen de hoektand en de tand ernaast. Dit is een handig plekje om de bek van de kat vast te houden en om hem naar boven te laten kijken. Neem de pil tussen uw duim en wijsvinger en met uw wijsvinger kunt u nu de pil achter op de tong van de kat schuiven. Wanneer de kat naar boven kijkt, kunt u met uw middelvinger zachtjes zijn bek openen. Ik doe het nu heel langzaam, maar u kunt het zelf natuurlijk sneller doen. Duw zijn bek open en schuif de pil met uw wijsvinger naar achteren. Wanneer u uw vinger in het midden in zijn bek schuift, kan hij u niet bijten, omdat uw vinger tussen de lange hoektanden zit. Steek vooral uw vinger niet aan de zijkant in zijn bek, want dan kunt u worden gebeten. Deze pillenschieter kan echt nuttig zijn. Hij heeft een zacht flexibel uiteinde waarin uw pil of capsule precies past. De pil wordt zo ver mogelijk achter op de tong van de kat geplaatst. Zo werkt het. We gebruiken opnieuw onze duim en wijsvinger om te zorgen dat de kat naar boven kijkt, zodat we gemakkelijk zijn bek kunnen openen en de pil in het midden achter op zijn tong kunnen schuiven. Om de slikreflex te stimuleren, waardoor de kat de pil in één keer doorslikt. Na het toedienen van een pil is het goed om de pil met een beetje water weg te spoelen. Hiervoor doen we wat water in de spuit en buigen we het kopje van de kat naar de zijkant, en vervolgens glijden we de spuit door de opening naast de grote hoektand. Druppel nu gewoon zachtjes kleine hoeveelheden water. Beetje bij beetje om te voorkomen dat de kat zich verslikt. Zoals u kunt zien, zijn de katten geen schade berokkend terwijl we deze video maakten. Het kan erg moeilijk zijn om een kat een pil te geven, maar met de nodige vindingrijkheid lukt dat best. Tegenwoordig maken de fabrikanten steeds vaker smakelijke tabletten voor katten. Wanneer u uw kat een smakelijke tablet toedient, zorg ervoor dat u die op uw vingertoppen legt, zodat de kat hem kan ruiken en gemakkelijk kan vinden. Wanneer de tablet midden op uw hand ligt, zal de kat daar meer moeite mee hebben. Als u uw kat meer dan één tablet moet geven, zijn deze lege gelatinecapsules echt handig om de verschillende tabletten tegelijkertijd toe te dienen. Dan hoeft u maar één enkele handeling te verrichten om de kat de juiste dosering toe te dienen. Een pillensplitter is handig wanneer u uw kat slechts een halve of kwart tablet moet geven. Door het scherpe mesje van het toestel naar beneden te duwen, wordt de tablet netjes in de helft gesneden en beide helften vallen in gescheiden opvangbakjes. Dit is ook handig als u een bijzonder grote tablet aan uw kat moet geven. U kunt deze in kleinere stukjes snijden en vervolgens in een gelatinecapsule stoppen, zodat die gemakkelijker aan uw kat is toe te dienen. U kunt de capsule ook in deze pillenschieter stoppen, die een soepel en flexibel uiteinde heeft. Hiermee kunt u de capsule op de achterkant van de tong van uw kat schuiven en zo de capsule aan uw kat toedienen. Om het u zelf nog makkelijker te maken, kunt u de capsule in wat boter dompelen, zodat het makkelijker glijdt. Als u de tablet liever met wat voedsel mengt, is het goed om te weten dat de meeste tabletten veilig kunnen worden geplet. Dit kan gebeuren met behulp van een pillenpletter. U legt de pil op het plaatje van de pillenpletter en duwt het toestel naar beneden. Totdat de tablet tot fijn poeder is geplet. Vervolgens kunt u het poeder ofwel met water vermengen tot een drankje, ofwel mengen met wat voedsel of een lekker smakende tractatie, waar de kat gek op is.